Groet mensen, super tof dat je kijkt naar deze tweede aflevering van The Sims op Project Minecraft. Ja, vorige keer is het niet helemaal goed gegaan. Piet, hoe heet hij nou? Ik weet niet eens meer hoe die heet. Piet van Dijk of zo. Hij is dood gegaan. Het is niet gelukt om naar bed te gaan met een meisje. En deze aflevering gaan wij het gewoon nog één keer proberen. Als dat niet lukt, dan weet ik het helemaal niet goed gemaakt. Ik heb een nieuw poppetje aangemaakt. Oh, een nieuw poppetje, een nieuwe sim. Daan Vleugel. Dat is een sportief type, een zelfverzekerd type, een romantisch type. En bovenal is hij creatief. Dus ik heb hier voor hem een sportapparaat gekocht. Want hij moet natuurlijk wel blij blijven. En ik heb een schildersezel gekocht. En dat kunnen we later allemaal doen. Ik heb net even gesport en gedoucht. En dat is alles wat ik al gedaan heb. Ik heb verder een huis gekocht. Want we moeten natuurlijk wel eventjes iets beter... De mensen kunnen ontvangen. Hij is mokersportief, sportief. Kijk nou. Oké, ik heb eventjes nagedacht. We gaan deze keer niet nog een keer naar de bar. We gaan een sociaal evenement plannen. Ik heb geen idee wat dat doet, maar we gaan eens kijken. Wat gaat hij doen? Wat ga je doen? Wat? Ik ben benieuwd, want hij kent nog geen mensen natuurlijk. Oh, kijk hier. Wat kunnen we doen? Een huisfeest? Een etentje? Een verjaardagsfeest? Ja, ik denk... huisfeest. Ja, joh. Sims uitnodigen. Oh, ik ken natuurlijk nog niemand. Dus ik... dat kan helemaal niet. Wat een faal. Nee, jongens. Dan gaan we gewoon naar de sportschool. Oké, we zijn aangekomen in de sportschool. Kijk, we zien hier... Hier een dame. Hoi. Erika Groen. En Naomi Visser. Oké. We gaan ook maar eventjes trainen. YOLO. Oh, wacht. Ho, stop. Niet gaan trainen. Deze gaan we doen. We gaan voor deze. Je ziet er wel uit van... hier, een aardige introductie. Hoi. Ze kennen elkaar nog niet. Nee, dat klopt. Oh, pas op. Zo. Nou, jongens. Het gaat over helemaal niks. Oké. En we gaan eventjes oppeppen, joh. Doe eens gek. Ja, gaat... Oké. Even een beetje doorspoelen. Oké, dankzij de nieuwe charisma kan hij nu vaker geslaagde grappen maken. Oké, hij kan grappen maken. Heupen kletsen. Hoppakee, daar wordt hij blij van. Ik ben nu al blij. Jongens, want jullie hebben in de comments natuurlijk ook vet veel reacties achtergelaten. Hij walgt, maar er is toch nog geen viesheid. Oh, hallo, doe eens wat normaals aan. Oh, nou, ze zijn al goede vrienden, hoor. Oh, kijk. Maar jullie hebben goede reacties achtergelaten in de comments. Dat ik eerst vrienden moet worden. Dat ik gewoon even beter moet opletten wat ik nou met mijn sim doe. Dat hij niet ongelukkig moet worden. En dat ik gewoon door moet gaan met die serie. Dus dank jullie wel voor de reacties achtergelaten. Doe dat vooral nog een keer. Aan het einde van deze aflevering natuurlijk weer. Ik heb energie of zo. I don't know. Best lekker. Dat is een best lekker gerecht. Ja, ik had net even zo snel wat gegeten. Oké, wat gaan we doen? Ik ga vragen hoe de dag was en daarna wil ik even naar huis. Want eerst even vrienden. Leren kennen. Hoppakee. Oké. Nou kijk, hij is hartstikke blij. Hij gaat dansen. En pas op mevrouw. We gaan... Ik vind het wel weer genoeg geweest. Ik ga er nog even een afscheid van nemen. Oh, grap maken. Nee, grap maken. Ik wil meer keuzes, iets een beetje liefde erin brengen. En we gaan gewoon een compliment geven, want dat is altijd goed. Eens even kijken. Waarom geschreef hij dit? Want er zit nog geen troep in de omgeving. Maar eens kijken wat ze hiervan vindt. Vindt ze dat leuk? Wat vindt ze? Stinken we? Oké. Nou, we gaan gewoon even naar huis. Hoe doen we dat? We kunnen daarmee uitvragen trouwens, maar dat is trouwens niet zo'n goeie eigenlijk. Nancy voelt zich ongemakkelijk. Oh, dat is naar. Jongens. Oké, vriendelijk, nog één keer vriendelijk. We gaan even snel afscheid nemen. Want hij voelt zich een beetje ongemakkelijk, maar het is nog niet viezer, dus dat snap ik niet zo goed. Kijk, oké, nu ken ik er in ieder geval. En dan gaan we ook nog even snel
snel met haar praten. Want ik wil meer. Misschien dan straks nog een hoe noem je dat? Een huisfeest doen. Oh, dat kan niet meer. Of wel? Nou, we gaan naar huis. We gaan naar huis. Oké, we zijn weer thuis beland. Misschien moet hij even. Hoe laat is het eigenlijk? Het is midden op de dag. Oké. Hij gaat een tosti maken. Ja, joh, maak lekker een tosti, man. Man. Als jij daar blij van wordt. Maar zullen we eens eventjes iets fixen? We gaan dan even een sms sturen naar Nancy. Even leuk, gewoon leuk even verrassen. Ik denk, nou, dat kan nooit kwaad. En verder vraag ik even of zij hier komt. Hoi Nancy. Kom maar. Goedendag. Het klinkt niet zo positief. Of komt ze? Jongens, hoe kan ik dit zien? Koopvaardigheid geleerd. Nancy. Oh, ze komt straks langs, jongens. Is dat er? Ze heeft er niet echt zin in, zo te zien. Nou, doe eens even normaal. Meid, kom toch op, zeg. Doe eens even wat aan. Doe eens even wat aan. Ja, doe sowieso even wat aan. Maar wat... Even denken, hoor, jongens. Oh, hij gaat nu zitten net te eten. Nou, hier, hoppakee. Roos aanbieden. Ja, joh. Het is in ieder geval een mooiere omgeving dan het vorige huis. Hé, nou. Ze loopt zo. Ik dacht, ze loopt... Gaat ze nou weer weg? We gaan even buiten. Oh. Ze voelt zich verdrietig. Oh, waarom? Beschaamd. Oh, nee, jongens. Even snel de onzekerheid bespreken. Misschien dat wel... Klik op een spiegel. Geef jezelf een pep talk. Ja, dat moeten we even doen. Hoppakee, hier is de spiegel. Zichzelf een pep talk geven. Snel doorspoelen. Maar nu gaat Nancy natuurlijk weer weg, waarschijnlijk. Niet. Samen zitten. Samen zitten op bed. Ja, joh. Go. Oké. Ongemakkelijk, hij moet even naar de wc. Oh, net op dit moment als ik net samen op de wc zit. Nou, oké, snel even naar de wc. Blijf daar. Ja, kom op. Oh nee, ze gaat weg. Oké, ze gaan even samen lezen. Ja joh, waarom ook niet. Diner serveren. Wat zullen we maken? We gaan een tuinsalade maken. Ja joh, altijd goed. Ik hoop... Maakt hij dat dan ook voor haar eigenlijk? Ik weet het niet. Anders zou het een beetje een anticlimax zijn natuurlijk. Wat doet ze? Wat gaat ze doen? Gaat ze weg? Ze gaat niet weg, hè? Naar sport kijken, niet naar sport kijken. We gaan samen zitten. Kom op. Daan is een romanticus. Ze hebben vaak... Ja, hier, precies. Hij is een beetje flirterig nu. Nee, oké. Ga dan flirten! Wat doe je allemaal, Daan? Hier. Sexy pose. Ja, joh, doe eens gek. Oh nee, hij is weer beschaamd. Oh nee, ik kan me nergens verbergen. Dat is een ongemakkelijk gesprek. Oh nee, naar. Oh, handen kussen, ja, joh. Oh, jongens, wat is... Zo'n goede romanticus, denk ik. Even kijken. Ja, ga maar even slapen. Want het is... iedereen wegstoppen. Nou, wat ben je toch zielig. Wat ben je toch zielig, Daan? Hij heeft een flirter gevoel, dat wel. Oké. Maar hij is ook nog steeds beschaamd. Maar dan kunnen we even een pep talk doen. Ik heb het geleerd. Zelf een pep talk geven. Hoppakee. Ja... Hier, wat zie je er toch goed uit? Enig. Man. Oké, wat gaan we doen? Zullen we het nog een keer proberen? Of wacht, nee, we gaan niet dat doen, maar we gaan even mee uitvragen. Want dat is. Maar wat? Waarom doet hij het niet? Wat doet hij nou? Hij doet het niet. Nou ja, I don't know. Waarom kan dat niet? Nou, we maken in ieder geval even dat. Maar waarom? Waarom kan dat niet? I don't know.
een sociaal evenement plannen. Nee, dat wil ik niet uitnodigen. Ja, nu is hij niet meer flirt terug. Misschien als er iemand langskomt, kan ik dat. Oh, kijk. Oh my god. Kijk, ja. Oh, hier. Ja hoor, kijk. Oh. Prachtig. Hoi. Cora. Hebben jullie vorige keer ook niet gezien? Ze kennen elkaar nog niet. Oké. Okay. Ja, gelijk idee. Ja, joh. Oh, wat leuk. Ze voelt zich speels. Oké, okay, ja, dat is wat we... Dat is wat we nodig hebben, jongens. Kijk, ja, dit gaat een betere kant op. Oh, ze wordt lief. Oké. Oké, meer keuzes. Liefde. Mee uitvragen. Ja, joh. Heb ik nu weer verpest? Oh, ik heb het weer verpest. Oh nee, naar. Ongemakkelijk, hij heeft geen energie. Oké, nou dan gaan we toch even rust nemen. Ik vraag hem wel om weg te gaan. Oh, dat kan niet. Maar dan neem ik koffie. Heb ik koffieapparaat? Nee. Maar, ik zit... Het is de hoop... Oké, snel nog een roos aanbieden. Ja, joh. Nee, oké, dat niet. Dan gaan we even douchen. Een snelle douche nemen. Jongens, ik weet niet. Ik ben weer de... Ja, hoe noem je dat? Die roos aanbieden hoeft niet meer. Want, kom maar terug. Waar ben jij helemaal heen? Oh, daar komt ie. Ja, het is ook 4 uur in de nacht. Oké, ja, precies. Stoom de douche nemen en ga dan maar even lekker slapen, hoor. Goed zo. Klik hier om meer te zien. Ja, hij is nog steeds... kijk, nu weer wel. Wat is er nu weer? Moet hij naar de wc? Oké, nou, dan ga ik even naar de wc. En hij heeft honger. Dus haal even wat eten. Even wat eten. In een snelle maaltijd. Ja, cornflakes is wel gezond, hè. Zo, nou. Als je... Hij heeft wel een leuk outfit aan, hè? Nou, ik snap niet welke vrouw je niet opvalt. Wink, wink. Oké. Hij is weer helemaal blij. Maar, wat hij is... Hier, oké. Hij heeft iemand omhelzen nodig, oké? Dat is een man. Dat is een man. Wat kunnen we nou het beste doen? Kunnen we hier gewoon best blijven? Of zullen we even... Nou, we gaan gewoon even weer naar de stad toe. Nou jongens, het spel blijft vaststaan op dit scherm. Dus ik weet niet wat er gebeurt. Maar de volgende aflevering ga ik gewoon verder. Ik ga niet meer een meisje proberen in bed te krijgen. Ik ga geen seks meer proberen te hebben. Maar onderin in de beschrijving... Of boven in de beschrijving, dus hier onder de video... Staat een link naar een straw poll. En daar kan je even aangeven wat voor challenge ik in de volgende Sims moet gaan doen. Dus ik ga iets meer normaal Sims doen. Maar dan... met een andere challenge en dan gewoon normaal een huishouden opstarten en dan challenges daarbij, zeg maar. Dus laat even achter welke challenge ik moet gaan doen en laat het ook even in de reacties achter. En zeg natuurlijk ook even, Bart, je hebt echt enorm gefaald. Bedankt, want ik weet het. Ja, oké, sorry. Ja, sorry. Maar jongens, bedankt voor het kijken. Laat achter in de reacties en in de straw poll welke challenge ik moet gaan doen. En laat natuurlijk een blauw duimpje omhoog achter voor de volgende aflevering. Jongens, ik zeg peace.